Allemaal leuk dat je kijkt naar deze tweede weekendvlog. Het is vandaag vrijdag 22 mei. Gisteren was hemelvaartsdag en zijn we lekker bezig varen op Vinkeveen. Dat heb je in de vorige afgelopen week vlog kunnen zien. Was echt super lekker. Echt een hele lekkere dag gehad. Vanmorgen hebben we een soort van beetje uitgeslapen. We hadden de wekker om 10 uur gezet. Ik heb eventjes gedoucht, me aangekleed, make-up gedaan. En het is nu 11:30. Ik ga nu naar beneden om eventjes een thumbnail te maken voor de weekendvlog die zo meteen online moet komen. Want daar heb ik nog geen thumbnail voor, dus dat ga ik eventjes snel doen. En we gaan vandaag naar het hondje van Tari kijken. Echt super, super leuk. Ik heb er heel veel zin in. We hebben ook cadeautjes en zo gekocht, dus daar gaan we vanmiddag naartoe. Maar eerst moet ik zo meteen, of nou, nu eigenlijk eventjes gaan leren. Want ik heb maandag een examen en daar heb ik afgelopen woensdag al wat voor geleerd, maar dat is nog lang niet genoeg. Dus daar ga ik vandaag mee verder. Dus ja, dat is wat ik nu ga doen. Ik heb voor nu even simpel deze trui aan van Chiquelle en deze broek van de Zara. Maar als we straks weggaan, doe ik even wat anders aan. Dus van ASOS. Dit hele leuke vest, laat ik straks wel zien. Maar voor het leren doe ik nu gewoon even dit aan. En ik had dus gisteren, tijdens het varen en zo, had ik dus blond spray in mijn haar gedaan. Volgens mij is mijn haar er best wel wat lichter door geworden. Maar dat zien we straks natuurlijk pas als het helemaal is opgedroogd. Ik ga nu eventjes, ik ga nu met mijn laptop en oplader en zo naar beneden. Zodat ik eventjes hier thumbnail kan maken. En dan daarna leren voor bindweefsel. Ik bak één keer in een dag een eitje. En wanneer moet er gefilmd worden? Het is ongelooflijk ook hoor. Ik ga alleen even uitleggen wat ik ga doen. Ja, wel in het gebied waar ik bezig ben. Ik kan nog heel even wachten. We hebben aardbeien. We hebben aardbeien gehaald. En melkchocola. Want ik ga van die at home driving aardbeien maken. Dus ik ga dit nu eerst smelten. En dan daarna gewoon erin dip en dan in de koelkast zetten. En dan hoop ik dat ze op tijd hard zijn geworden voordat we gaan. Want ik wil ze meenemen. Dus dat ga ik nu maken. Nu mag jij je eitje bakken. Aardbeien zijn klaar en ze staan nu in de koelkast zodat het chocoladetjes hard kan worden. En ik heb er van dat aluminium onder gedaan, want als je hem op een bord legt, krijg je hem heel moeilijk eraf omdat dat chocola natuurlijk optrok. Maar van dit kan je het er zo aftrekken. Hier liggen er ook nog een paar. Kijk nou hoe schattig. We hebben snoepjes, 3 botjes. Waar je je tandjes mee kan poetsen in een knop. Ik ga even plassen en dan gaan we. Ik heb dit vestje ding aan van ASOS. Daar heb ik dus die winactie mee. Super leuke dingetjes hebben ze. Dus ook dit vestje. Ik vind het echt heel erg leuk. Je ziet dit heel erg veel bij de H&M. Van de Zara. Maar die is dus altijd uitverkocht. Maar je hebt hem dus ook nog in andere kleurtjes. Maar ik heb hem in het beige. Met deze halterbody van de Zara eronder. Broek van de Zara. En mijn jeansjes. En dit kettingje is van bij Nook en deze is van Lot. Ik ga eventjes plassen en dan gaan we richting daar zo. En volgens mij blijven we daar vanavond ook nog en komen Jet en Storm en zo ook. Dus dat is gezellig. En Zoe ook trouwens. Het is vandaag zaterdag, 11:15. Oei, 11:45, grapje. Ik heb net lekker gedoucht, make-up gedaan, zoals je misschien kan zien. Ik heb wel gewoon een chill outfitje aan. Beide is trouwens van Chiquelle, broek en trui. En ik ga eventjes liggen hoor, want gisteren zijn we natuurlijk naar Kees en Tari gegaan om naar Theo te kijken. Theo is een nieuw hondje. En ik heb er verder niet gefilmd, want het is Tari haar huis. En ze woont daar met 2 vriendinnen samen. Dus ja, dan ga ik niet dat huis filmen, zeg maar. Maar Theo was zo lief en zo schattig. Het is dus een Kees hondje. Het is een mix, volgens mij, van een Pomeriaantje en een Havanees, volgens mij. Zei ze dat? Ja, een Pomeriaantje en een Havanees is het een kruising van. En hij is zo schattig en hij wilde alleen maar getild worden. We gingen hem uitlaten met z'n veren en hij wilde alleen maar getild worden. En het was echt heel schattig. Maar goed, het is dus vandaag zaterdag. Vandaag moet ik eigenlijk heel de dag leren, omdat morgen ga ik foto's maken met Lindsay en Stacey. En gaan we als het goed ook met z'n drieën eten. Dus heb ik niet heel erg veel tijd om te leren. Of nou, Stacey moet tot 2 werken, dus we gaan sowieso pas daarna afspreken. Maar vandaag moet ik dus vooral gewoon heel erg veel leren. En ik moet eventjes naar PostNL om een pakketje weg te brengen. En er is dus gisteren een pakketje van Lovies binnengekomen. Dus daar ga ik eventjes
een TikTok van maken. Of zou ik dat morgen doen? Nou, ik denk dat ik dat morgen ga doen. En ik wil eventjes naar de Hema om kaarsen te kopen. Want kijk, ik heb natuurlijk die... Deze had ik laatst laten zien in een video dat ik die bij Ala Collection had gekocht. En toen heb ik daarna ook nog een bestelling geplaatst voor deze drie kleintjes. Kijk, je hebt dan een schelp, een ster en een... hoe noem je dit? Een schildpadje. Alleen, ik wil daar even andere kleur kaars in. Of misschien, ja, ik weet niet. Misschien maak ik ze iets korter dat de kaarsen zeg maar een andere lengte krijgen. Wat een beetje zo gespringd staat. Maar ik heb maar 4 kaarsen en ik heb 5 van die dingen. Dus ik wil bij de Hema eigenlijk eventjes nog een extra kaars of iets halen in een leuke kleur. Misschien zo'n mooie beige of zandkleur of zo. Dus dat. En wat wil ik nou nog meer doen? Oh ja, er komt vandaag een hele, hele mooie jurk van de Zara binnen als het goed is. En ook een pakketje van de H&M. Maar dat komt natuurlijk in een aparte Zara en H&M shoplog. Als jullie deze video zien, komt die aanstaande woensdag online. En afgelopen woensdag is deze mega shoplog van de bende die hier ligt online gekomen. Dus dat, ja, als je daar zin hebt om dat te kijken, zal ik die eventjes in de beschrijving zetten, dat filmpje. Maar die is dus afgelopen woensdag online gekomen. En volgende week woensdag komt, of aanstaande woensdag, komt de grote Zara en H&M shoplog voor jullie. Ik ga eventjes naar beneden, ga ik lekker ontbijten. En dan ga ik maar beginnen met leren. Want ja, hoe sneller ik daarmee begin, hoe sneller ik ook klaar ben. Er zijn nog een paar aardbeien met chocola over. Ga ik lekker eten. Ja, we hebben boodschappen gedaan bij de Albert Heijn. Of nee, bij de Hema gingen we boodschappen doen of dingen halen. En toen zagen we dus zo'n hotdog kit. Dat je dus die hotdogs van de Albert Heijn, van de Hema, gewoon thuis kon maken. Dus we hebben nu de worstjes in de pan zitten. Die moesten 10 minuten. En de broodjes zitten in de oven. En je hebt dus ook die lekkere saus erbij gekregen. Dus dat gaan we maken en opeten. Ik ben echt heel benieuwd of het even lekker is als die euro hotdogs. Die je normaal gewoon zelf kan halen. Maar ik denk het wel. En hoeveel kostte het? Volgens mij was het 4,50 of zo voor zo'n hele kit. Zoiets. Is die lekker? Ja. Ik vind het lekker. Wil je echt niet, pap? Nee. De Hema broodjes waren heerlijk. Pakketjes zijn ook eindelijk binnen. Wel 2 uur later dan dat in de PostNL-app stond. Maar goed, hè. We vergeven het maar met de drukte. En ik ga dat nu eventjes passen. En ik denk ook eventjes het Lovies pakketje openmaken. Want dan kan ik daar eventjes een TikTok van maken en kijken of daar iets tussen zit voor foto's morgen. Want ik ga morgen natuurlijk foto's maken met Lacey. Met Stacey en Lindsay. Ik ga deze 2 pakketjes dus nog niet laten zien aan jullie. Sorry. Maar dat kunnen jullie aanstaande woensdag in de video zien. Maar ik ga dat nu eventjes passen. De jurk en bikini zijn gepast. Ze zitten echt perfect. Dus die ga ik lekker allebei houden. En ik heb eigenlijk toch niet zo heel erg veel zin om die items van Lovies te passen. Dus dat doe ik dan denk ik morgen wel. Zal ik dat wel nu doen? Misschien dat ik dat toch wel nu ga doen. Ik wil trouwens eventjes zeggen dat Miu en ik hebben besloten om niet naar Bali te gaan. Maar we zouden natuurlijk eigenlijk pas 10 augustus gaan. En we hebben een annuleringsverzekering. Dus we hebben gezegd van we gaan de vlucht zeg maar annuleren. Want we hadden alleen nog maar de vlucht. We hadden nog geen hotels en zo geboekt. En dan als we ons geld terugkrijgen gaan we dat gewoon naar mijn moeder overmaken. Zodat zij het bij haar kan houden tot volgend jaar. Zodat we van dat geld dan een ticket naar Bali kunnen boeken voor 2021. Want ook al kan je straks naar Bali, stel dat er een tweede golf uitbreekt. Dan zit je daar en dan stel je kan niet terug naar Nederland. Of er is een familielid die ziek raakt en je kan dan niet terug of zo. Of je krijgt het daar zelf, je loopt het daar zelf op. En dan kom je in die ziekenhuizen daar en ja. We hebben gewoon gezegd van voor dit jaar, weet je, niemand kan op vakantie. Of bijna niemand kan op vakantie. Dus ja, we gaan gewoon de vlucht annuleren en dan het geld bewaren voor volgend jaar. Om dan volgend jaar naar Bali te kunnen. Want we willen allebei wel heel erg graag naar Bali. Maar ja, in deze omstandigheden is dat natuurlijk gewoon niet heel slim en alles. Dus ja. En het kan op zich wel. Want er zijn als het goed is wel gewoon... Het is nog niet vanuit de organisatie zeg maar gecanceld. Dus het kan volgens mij nog wel. Maar ja, stel dat je daar gewoon zit en er breekt een tweede golf uit. En iedereen gaat in zieke lockdown. Of het wordt nog erger dan dat het nu is en zo. En dan zit je daar op Bali en dan kan je niet terug. Dus ja, we gaan gewoon
de vlucht annuleren met onze annuleringsverzekering. Maar oké. Ik heb eventjes mijn spiegel hier neergezet. Zodat ik hier eventjes die lofies TikTok kan opnemen. We hebben net lekker broodje gyros gegeten. Of ik weet niet hoe het heet. Gewoon broodje gyros. En ik heb eventjes Olaplex maar gedaan. Want ik dacht dus altijd dat dat niet mocht. Met die keratinebehandeling, zeg maar. Maar ik ging het opzoeken op internet en volgens mij mag het gewoon. Dus ik heb het nu in mijn haar gedaan. En dat ga ik eventjes heel lang laten intrekken. En ik ben de serie of aflevering dingen aan het kijken van dat Bachelorette met Gabi Blazer. En ondertussen, nou, ik ben niet echt aan het leren, maar ik heb het boekje er wel bij liggen voor de vorm. Maar de wifi doet het niet, dus ik ga even aan het wachten tot de wifi het weer doet. En dan kan ik weer gewoon even lekker normaal verder kijken. Het is vandaag zondag, zondagmiddag al. Het is volgens mij bijna 2 uur. Ja, 2 uur. En ik heb het eventjes zelf klaargemaakt. Ik heb een beetje make-up gedaan. Ik heb mijn haar weer een beetje gekruld. En volgens mij is het echt blonder geworden door die blond spray van het weekend. Van het weekend van de week. Op de boot. Maar ik heb weer dit vestje aan van Asos. Body van de Zara, broek van de Zara. En ik heb eventjes deze tas van de Zara gepakt met 2 outfitjes van Lofies. Want ik ga zo meteen met Lindsay en Stacey eventjes 2 foto's maken. En daarna gaan we bij hun thuis gaan we zelf pokeballs maken. Ik vind pokeballs echt heel lekker. Ik heb het nog nooit zelf gemaakt. Dus ik ben heel benieuwd of het lekker gaat worden. Maar zij zeggen van wel. Dus ik hoop het. Maar Stacey die moest tot 2 uur werken. Dus die is bijna thuis. En dan hadden we rond half drie daar afgesproken. Dus ik ga er zo meteen heen rijden. Stacey had alles te maken. En oh, net niet meer. Ik wilde net filmen dat je daar zat. Ik zat zo steeds met alles te maken en Lin, maar ze stond zo op. Alleen dat moet nog. Ik ook. We hebben even kijken. Zalm, komkommer, avocado, boontjes. Lukt het? Zit het? Zit niet in die pan? Nee, hij doet het niet. Die pan doet het niet. Nou, hij was heel mooi. Nu helaas niet meer. Ik ben weer thuis. Dat was heel gezellig. We hebben fotootjes gemaakt. Dat heb ik niet gefilmd. En we hebben zelf een pokeball gemaakt. Dat was echt heel lekker. Ik ga nu eerst even plassen, want ik moet heel nog plassen. En we gaan zo meteen Ex on the Beach kijken, want het is nu 8:55. Maar ik ga eerst nog eventjes mijn oefentoets van bindweefsel doorlezen, want ik heb morgen dat examen. En ik heb zo'n klein vermoeden dat de oefentoets de echte toets is. Dus die ga ik even heel goed doorlezen. En morgen moet ik echt met Milan, daar zit er, mijn kamer opruimen. Want het is echt 1 grote bende. En hier ook. Maar deze kleren moet ik natuurlijk voor de shoplog bewaren. Dus dat ga ik denk ik ook maar morgen opnemen. Zodat die kleren ook maar gelijk opgeruimd kunnen worden. Want dat scheelt denk ik ook al een hele hoop. Met de troep in mijn kamer. Ik ga even plassen. Mil moet zijn pleister hebben, dus die ga ik ook even pakken. Leren en dan extra een beetje kijken. Het is de volgende dag. Het is vandaag maandag. En ik heb deze weekend vlog echt heel erg weinig gevlogd. Dus sorry daarvoor. Maar ik had vandaag, maandag dus, een examen. En daar heb ik gewoon heel erg veel voor geleerd. Vooral vrijdag en zaterdag. En zondag heb ik heel de dag leuke dingen gedaan met Stace en Lin. We hebben natuurlijk foto's gemaakt. En we gingen zelf een pokeball maken. Dat heb ik wel gefilmd. En verder ging ik gisteravond toen ik thuis kwam weer... Wat is nou zagen in het tuin? En verder heb ik natuurlijk, je komt echt niet meer worden. Gisteravond heb ik natuurlijk verder ook nog geleerd. Dus deze weekendvlog was helaas niet heel erg boeiend. Sorry daarvoor. Maar de weekvlog vond ik wel erg leuk gevonden. Dus als je deze weekendvlog nou niet zo leuk vindt, kijk dan eventjes de weekvlog. Die was wel leuk geworden. En ik heb afgelopen woensdag voor jullie een mega shopvlog geplaatst. Ik zal eventjes de schaal laten zien. Het ligt daar allemaal. Dus heb je die video nog niet gezien, kan je zeker eventjes kijken. En aankomende woensdag komt er voor jullie nog een shoplog online. Van de Zara en de H&M. Ik hoop dat jullie de weekendvlog toch nog een klein beetje leuk vonden. En nogmaals excuses. Maar zo'n weekend kan er ook wel eens tussen zitten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekendvlog. En dan zie ik jullie in de weekvlog weer. Doei!